Hey, hallo, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe video van Creative Collects. Vandaag heb ik een stapel nieuwe spullen om te openen. En onder andere heb ik een pakketje gekregen van Packbreak Live. Als je niet weet wat dat is, dat ga ik zo uitleggen. Maar wat ik ook wil gaan proberen is me gezicht op camera erbij, een facecam. Laat me weten wat je daarvan vindt. Kan je ook mijn echte reacties zien en niet alleen maar horen. Dus ik hoop dat je dat een toevoeging vindt. Als het nou goed gaat, dan koop ik misschien een camera voor erbij. Ik doe het nu met mijn laptop. Laat me weten. Goed, voordat we in de Packbreak spullen duiken, wil ik eerst even kijken naar de mappen die ik heb gekocht. Ik had al eerder gezegd dat ik de map van Shining Fates niet ging kopen. Omdat er maar 180 kaarten in kunnen en de set groter is dan 180 kaarten. Maar ik heb besloten het toch te doen, want ik vind het jammer als ik van elke set de bijbehorende map heb en dan van Shining Fates niet. Dus ik denk dat ik dan hier maar een extra mapje of een extra bladzijde in moet plakken. Zodat ik de set er wel in kan krijgen. Verder is het, net zoals alle andere mappen, een toploader. Dat betekent dat de kaarten er dus van boven ingaan. Dat is eigenlijk niet het meest praktische. Want als je dan je binder op zijn kop houdt of in een kast neerlegt, dan kunnen de kaarten er dus uitvallen. Maar goed, ik heb het toch maar wel gedaan om wat ik zei, om het compleet te houden. En dat geldt dus ook voor deze. Dit is Battlestyles. De Battlestyles map. Met Tyranitar, misschien wel mijn favoriete pack art van Battlestyles op de achterkant. En Single Strike Urshifu op de voorkant. En deze heeft 252 kaarten plaats als je ze er dubbel in doet. Dus dat is wel ruim voldoende voor Battlestyles. Dus ik vraag me altijd ernstig af waarom ze dat dan niet voor Shining Fates hebben gedaan. Maar goed. Laten we beginnen met een kleine opening. Ik heb een Vivid Voltage pakje gehaald om aan het gratis verzendenbedrag te komen. Dus wie weet, is het wel een lucky pack. Oeh, hij zit een beetje vastgeklemd met het karton. Hopelijk heeft dat de kaarten niet beschadigd. Als jullie mijn vorige video hebben gezien, daar hadden we ook al wat beschadigde kaarten. Dat is altijd heel erg jammer. Dan hoop ik altijd maar dat het geen zeldzaam is die beschadigd is geraakt. Ja. Kesti Energy. Ik denk fire. Ah, het is water. En we hebben een Girafarik. Een Mumu Cheese. Dus van kaashout. Dewot. Poochyena. Charmander. Altijd goed. Een van de oorspronkelijke starters. Chatot. Cottony, Joltik, een Reverse Common Peaky Pack en een Alchemy Non-Holo Rare. Een heel bijzonder pakje verder. Maar goed, ik moest het toch halen, dus waarom niet? Dan wil ik het nu kort even hebben over Packbreak Live. Wat heb ik daar nou gedaan? Wat je kan doen is je kan Pokémon producten, packs of tins of dergelijke bestellen. En die worden dan op een livestream geopend voor je. Door bijvoorbeeld Robert, Raging Raichu of C-Pokémon, de streamers. En ik wil hen ook erg bedanken voor de pools die ze me hebben gegeven. En de community is daar hartstikke leuk. En iedereen die Packbreak mogelijk maakt, hartstikke goed gedaan. Heel erg leuk om te zien. En ook hoe snel jullie ontwikkelen van eerst een streaming website en nu ook op Discord, Twitch en ook in het buitenland. Dus het begon als een soort van Neder-Belgische site. En nu bedienen ze ook eigenlijk iedereen in Europa. De community groeit. Dus als je daar interesse in hebt, dan kom vooral een keertje kijken. Ik heb natuurlijk al gezien op de livestream welke kaarten ik heb gekregen. Maar het is ook alweer een maandje of twee geleden. Dus wie weet zitten er nog verrassingen in. Mijn geheugen is niet zo goed wat dat betreft. Ik zie hier wel meteen al op de voorkant een Mega Charizard. Dat was echt een hele gave pool. En volgens mij had ik tijdens deze stream drie pakjes.
3 pakjes gekocht en in elk pakje zat al iets. Dus hier dan Mega Charizard. Echt heel gaaf. Duraludon. Duraludon. Spreek het verkeerd uit. V. Van Champions Path. En voor mij persoonlijk dan de echte klapper. De Nessa Full Art. Ik weet allemaal hoe moeilijk het is om Full Arts te poelen uit Vivid Voltage. En dit is denk ik een van de meest gewilde Full Arts uit deze set. Als je deze los zou moeten kopen, ik zal de prijs opzoeken en erbij zetten. Maar ik was dus heel erg blij dat deze gepoeld werd. En een Reverse Energy vind ik eigenlijk altijd wel leuk uit het Evolutions pakje. Ik ga er nog even snel doorheen. Staryu, Steel, nog een Charmander, Magnemite. En nog een Water Energy, Slowbro Spirit Link, Super Potion en een Charmeleon. Nou, dat was het Evolutions pakje. Dan in Champions Path, de set zelf is helaas niet zo boeiend. Wat je wil poelen zijn vooral de Charizards natuurlijk. Er zitten wel wat leuke kaarten in, maar ook voor speelbaarheid als je het spel ook speelt. Er zitten niet echt hele goede kaarten in of hele verrassende nieuwe kaarten. Het zijn heel veel reprints van de andere Sword and Seal sets die ervoor zaten. Potion, Vulpix, Machop, Rolycoly, Carvana, Absol, Great Ball, Pokémon Center Lady. Daar is ook een mooie full art van als het goed is. Die zou ik ook wel willen. En een Energy Card. En dan Vivid Voltage. Had ik nog een Reverse Rare Beedrill, dus dat was een goed pakje. Ja. Blitzel, Rockruff, Poochyena, Pikipek, Ninkeda, Girafarig, B of Bea, net hoe je het uit wil spreken. Ik geloof in het Engels zeggen ze allemaal B. Excadrill en nog een Energy. Nou, dat was dus één stream. Ik heb er nog 2. Ik heb niet altijd evenveel geluk gehad. Ik geloof dat de Robert heeft voor mij de gouden handen. Dus ik zal proberen vaker bij hem te bestellen. No offense naar de andere streamers. Maar ja, die had gewoon beter resultaat van mij. Ja. Code card. Voor Champions Path. Alsjeblieft. Ekans. Machop. Nickit. Galarian Linoon. Potion, Pierce, Hop, Arbok en een Energy. Dus niet heel spannend helaas. Sizzlipede, wel een van mijn favorieten. Galarian Linoon, Purloin, Rockruff, Vulpix, Milo, een Beedrill, Sonia, een Energy en een Holo Marnie. Een Reverse Rollicoli. Heb ik al wel volgens mij. Een League promo Decidueye kreeg ik erbij. Want soms doen ze ook spelletjes of giveaways. Als je bijvoorbeeld een bepaalde energy in jouw pakje hebt zitten. Dan krijg je een extraatje. Of je kan battles doen als je dus met iemand anders afspreekt. En je opent allebei een product en je scoort meer punten. Dan krijgt de winnaar een extra pakje bijvoorbeeld. Ze verzinnen steeds wat nieuws en wat leuks om een beetje show te geven. En dat vind ik echt hartstikke leuk. En zo kom ik nu dus aan deze Pokémon League promo van Decidueye. En daar ben ik ook heel blij mee. Voltorb uit Evolutions. Cool, cool, cool. En de rare was een Raticate. De bijbehorende Rattata. Tangela. Staryu. Energy. Magikarp. Tragikarp. Een van mijn favoriete Pokémons ook. Vooral omdat hij zo nutteloos is altijd. Als je de Magikarp song niet kent, dan raad ik je aan dat ook te YouTube. Dat is echt super grappig. Pidgeot Spirit Link, Kakuna en een Energy Retrieval. En dan het laatste setje. Het zit allemaal goed verpakt. Komt in een mooi doosje. En je kan ook kiezen of je alleen de rares wilt, de hits zeg maar, of alles. En in mijn geval, ik heb voor alles gekozen. Een Full Art Opal met Vivid Voltage, ook heel blij mee.
goed voor de verzameling, zal ik maar zeggen. Een Charizard. Altijd goed. Ik heb er al wel een aantal uit de Build and Battle Kits. Had ik ook een Charizard. Heel blij mee, want die is nu ook super lastig te krijgen. En als je achter mij kijkt, hier staan ook nog Charizard Team Battle Decks. Die waren op een gegeven moment helemaal verdwenen. Dus ik was blij dat ik er nog twee kon vinden. Eentje bewaar ik sowieso dicht. En die andere twijfel ik of ik hem open zal maken vanwege de Charizard promo die erin zit. Een Snorlax, een andere favoriete Pokémon van mij. Heel veel van mijn favorieten zijn Kanto-Pokémon, zoals je hoort. Maar dat komt ook omdat ik van die tijd ben. Ik weet niet hoe oud jij bent als je dit zit te kijken. Maar ik ben al ouder dan je denkt. En ik vind Pokémon nog steeds leuk. Dus Pokémon heeft geen leeftijdsgrenzen. Een Swoobat, Reverse, Wooper, Charmander, Woobat, een Clubbopus, Dynamo, Excadrill, focus, Krokorok, Nessa in het klein, Energy, Yanma, Vampy, Clefairy, Electrike, Seedot, Dusclops, Karalise, Ferrothorn, Fighting Energy, Electrike, Duskull, Vampy, Beldum, Weedle, Drone Rotom, Cargo, Hitmontop en Metal Energy. Dus al met al best aardig, zeker die eerste keer. En die blijft natuurlijk het beste bij met de Full Art Nessa Charizard en Duraludon V. Goed, nou heb ik alleen nog een tin vandaag. Een Shining Fates tin van Celebi. In mijn andere video hebben we al twee van deze tins geopend. En ja, ik wilde ze eigenlijk alle vijf misschien wel. Maar er is een bepaalde volgorde waarin ik ze wil. Want ik vind bijvoorbeeld Zerud het minst interessant. Die film is ook nog niet uit waar Zerud in zit. Dus ik heb er nog niet echt een band mee, laat ik zeggen. En ik vond Celebi dan de derde leukste. Dus daarom heb ik deze genomen. Deze tins waren normaal €12. Maar deze heb ik nu voor €14,98 moeten kopen volgens mij, uit mijn hoofd. Ja, ze zijn wat duurder geworden en er wordt gezegd dat de shipment cost, dus het verzenden van Pokémon of van distributie naar de winkels, duurder is geworden. Dat zal wel met corona te maken hebben, ik weet niet of dat zo is. Het kan ook zijn dat het een truc is om gewoon meer te verdienen op de Pokémon producten nu ze zo moeilijk te krijgen zijn. Maar ja, ik probeer natuurlijk altijd zo min mogelijk te betalen voor mijn Pokémon producten. Maar goed, deze wilde ik dan nog wel hebben. Openmaken. Een Manaphy coin in het Celebi pakje. Vorige keer hadden we ook een Manaphy coin. De kaart die wat leuks vertelt over Celebi. En daarachterop nog een keer de art van de tin. Als je ze alle vijf bij elkaar hebt, dan vormt het één groot schilderij. Misschien als ik ze alle vijf weet te completeren, dan zal ik dat nog een keer laten zien. En we hebben vandaag twee Shining Fates pakjes, een Corviknight en een Toxtricity. Nou, laten we die maar meteen gaan openmaken en kijken wat erin zit. Nu ik die twee mappen heb, kan ik eindelijk mijn stapels gaan uitzoeken en de binder gaan vullen. Dat heb ik een beetje laten versloffen, dus ik heb nu een hele stapel Pokémon kaarten die ik nog moet uitzoeken. Maar ja, dat komt wel goed. Dat is ook wel leuk om te doen. Kost alleen veel tijd. Ik denk Lightning Energy. Oh, haha, that's on back. Als je niet weet waar dat vandaan komt, dat kan eigenlijk niet, maar ja, zoek op Leonhard. Super bekende, misschien wel een van de bekendste Poketubers, zou ik zeggen. Die heeft dat een beetje populair gemaakt. En dat doe ik na. Luxio, Floatzel, Team Yeltau, Trapinch, Grookey, Shinx, Koffing, Puizen. Oh, nice! En Shiny. Shiny Kufant. Baby Shiny. Er zijn ontzettend veel Baby Shinies, dus het wordt nog een hele opgave om deze set te completeren. Hier ben ik wel echt heel blij mee.
En een Sabroot. Oh, nou, daar heb je hem. Sorry, Sabroot. Ik zat net niet zulke aardige dingen over jou te zeggen. Maar goed, je bent een rare. En ik ben toch wel blij met je. Laatste pakje. Volgende keer is Alice er als goed is ook weer bij. Dan gaan we een van de Shining Fates Premium Collection boxes openen. En jullie mogen helpen kiezen welke we eerst openen. We hebben een Dragapult en we hebben een Crobat box. Ik wilde eerst alleen de Crobat kopen, maar door een foutje kreeg ik de Dragapult. Dus toen heb ik de Crobat maar alsnog gekocht. Ik heb ze nu dus allebei. En op Instagram zal ik een poll plaatsen en laat me weten welke jullie dan het liefst willen zien. Ik kies Water Energy. Ah, die. Ah, toch één Gusty Energy vandaag. Wacky. Floatzel. Gaat goed bij de buizel die we net hadden. Rusted Shield. Horsey. Cacnea. Morpeko. Blijft leuk. Chiltel. Cassifleur. En Reverse Common Groupie. Ik ben zelf meer van de Sobbles. Maar Groupie is ook een hele populaire nieuwe starter uit Sword and Shield. En we eindigen vandaag met een Celebi. Non-Holo Rare. Maar toch één Baby Shiny. Ik ben tevreden. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik zie jullie graag de volgende keer. Volg me op Instagram als je dat nog niet doet. En zoals ik al zei, laat me weten welke van deze twee ik het eerste zal gaan openen. Dan battle ik weer met Alice. 3-3. En dan de verliezer mag het laatste pakje openen. Om een kans te krijgen om jezelf te redeemen. Tot de volgende keer.